dobbelstenen voor jullie. Degene die het laagst gooit, die is de lul. Giel heeft met vijf ogen het laagste getal gedobbeld en moet zich daarom wagen aan deze bokkensprong. Er staat hem echter een zeer onprettige landing te wachten. Het valt wel mee. Ik ging er echt vol voor gewoon. Ja, ik ging er vol voor. Je bleef ook zo staan van zo. Nee. Ja, ronde 5. Terrorbad. We hebben hem al zien staan natuurlijk. Als het zo is dat dat de opdracht is, dan is dat de kutste opdracht die er maar tussen zit. Nou ja, zit er brandnetels in. Stefan heeft goed opgelet tijdens de biologielessen. Het terrorbad bevat vandaag inderdaad de nachtmerrie van alle schoolgaande brugpiepers. Brandnetels. Oh nee! Besef even zo meteen een van ons in dat bad gaan liggen terwijl het brandnetels. Ja, dat is fucked up. De laatste keer dat ik in brandnetels sprong was toen ik 14 was. Toen maakte ik van die Jackass filmpjes. Ja, nice. En toen deed ik het voor een video en toen kwam ik helemaal met rood en bult uit. Ja. En... Oké, vertel maar. Ik heb 4 prachtige broodtrommels klaargezet. Kies verstandig. Ik ga voor die Frozen natuurlijk. Nee, hoe kies jij nu al? Ja, tuurlijk. Wow, de trein was nog echt... Ja, maar ja, het brandnetels, vriend. Pak er eentje. Ja, Oh, dan moet ik... Stefan moet het terrorbad gevuld met brandnetels trotseren. Zijn straf is voorbij als hij minimaal 10 seconden tot zijn schouders in het bad is geweest. Deze is helemaal fucked up. Mijn rug, mijn onderrug is helemaal fucked up. Ja, die ziet er wel aardig rood uit, ja. Ja, die ziet er rood uit. Oh. Jij gaat ook, maar jij gaat ook nog drukken, joh. Oh. Ja, want hij zei dat, hij zat gewoon relaxed. Jongens, ik moet weg. Ik kan hier niet. Ik moet echt even naar de kleedkamer, want ik trek er niet.